Welkom terug op de beursvloer hier in Parijs voor het vijfde deel van ons videoverslag van de Mondiale de l'Automobile. En we trappen dit deel af met een beetje Britse flair in de vorm van de nieuwe Jaguar XE. Een sedan in deze segment, dus een concurrent voor de A4 en de 3-serie. En Frank, jij bent niet overtuigd, hè? Nee, ik vind het een best een mooie auto. Ik zou er best in gezien willen worden, maar ergens mis ik dat wauw-gevoel van Jaguar. Ik vind hem iets te gewoontjes. Nou ja, en dat vind ik nou juist zo gaaf van deze auto. En ik zal ook een beetje uitproberen te leggen waarom. Dit is de anti-X-Type. De X-Type was een auto die zag eruit als een Jaguar, maar onderhuids een Mondeo. En dit ziet eruit als een 3-serie of een willekeurige andere Duitse sedan. Maar onderhuids is het een Jaguar. Goede motoren waarmee die ook kan concurreren met de Duitse modellen. En dat betekent dat er hopelijk eindelijk een flink gat ontstaat waar Jaguar in kan duiken. Zodat ze centjes kunnen verdienen om F-Types te bouwen. En dan nu een auto met een beetje een moeilijk verhaal. Want dit is de nieuwe Land Rover Discovery Sport. En zoals jullie misschien weten was er ooit een Range Rover Sport. En dat was onderhuids eigenlijk een Discovery. Maar nu is er een Range Rover Sport die onderhuids een Range Rover is. En dus is er ruimte voor een Discovery Sport die dan onderhuids een Discovery is, maar hij volgt de Freelander op. Het is een beetje een moeilijk verhaal, maar het komt hierop neer. Het is een nieuwe SUV. Een beetje een instapmodel voor Land Rover. Hij komt er dus met 4 cilinders, voor- en vierwielaandrijving, handgeschakelde zesbak en 9-trapsautomaat. En het is een 7-zitter. Of nou ja, dat is niet helemaal waar. Want Land Rover zegt zelf al, het is een 5+2-zitter. Dus die achterste twee stoeltjes, dat stelt niet heel veel voor. Je hebt tuners en je hebt tuners. En AMG was volgens mij ooit een tuner, maar intussen een eigen fabriek geworden. Vlak in de buurt van Sindelfingen, waar Mercedes wordt gebouwd. De huistuner van Mercedes bouwt intussen eigen auto's al een tijdje, eigen motoren, al veel langer. En dit is hun nieuwste creatie, de AMG GT. Een fantastisch mooie auto waarmee je de Porsche 911 het achteruitkijkend nakijken moet geven. En ze starten meteen met de snellere versie, de S. Volgend jaar komen ze allebei en later komt er ook de gewone versie met 465 pk. Hier onder de kap zit een gloednieuwe 4 liter V8 biturbo en die vinden we ook terug in een andere auto. En dat is deze nieuwe C-klasse van AMG. Je ziet ook de hiërarchie intussen, want het is voortaan de Mercedes AMG C63 in plaats van de Mercedes-Benz C63 AMG. De motor van deze is iets anders afgestemd en het grote verschil is, deze heeft een gewoon karter. Die AMG GT heeft een dry sump. Dat betekent dat de motor lager gelegd kan worden voor een lager zwaartepunt. Welkom op de stand van Honda. En Honda heeft besloten eens even lekker los te gaan op de autosalon van Parijs. Want er is echt een heleboel nieuws. Allereerst is het de facelift van de Civic, die ze ook weer aangrijpen om een nieuwe Type R concept te presenteren. Waarvan we dus nog altijd niet weten hoeveel vermogen die heeft en hoe hard die kan. Hij schijnt wel sneller te gaan dan een NSX. Het echte grote nieuws staat hier, in de vorm van drie modellen. Het eerste is de CRV facelift. Je krijgt een nieuwe 1.6 iDTEC motor, dus een diesel, en een nieuwe 9-traps automaat. En dan het echt grote nieuws, en dat staat een stalletje verderop. De nieuwe Jazz. En dat is wel echt groot nieuws, want de Jazz is een beetje het ruimtewonder van het B-segment. Een soort mini-MPV. Heel veel ruimte, magic seats. En deze nieuwe Jazz wordt nog een stukje groter dan de oude. En dat was wel echt een heel erg ruim ding. Ook nieuw, een nieuwe 1.3 iVTEC benzinemotor. We weten nog niet precies hoeveel vermogen die heeft. Daarvoor moeten we wachten tot de auto in 2015 bij de dealer staat. En onderhuids, het nieuwe Compact Global Platform. En dat platform zit ook onder... de HR-V. Ha, denk je, HR-V, waar ken ik het ook alweer van? Inderdaad, 1999 tot 2006 had Honda ook een HR-V op de prijslijst staan. Dat was een beetje een raar autootje met een spoiler achter op het dak. Het deed een beetje denken aan mij aan een winkelwagentje. Dit ziet er echt een stuk beter uit. Het is ook weer een crossover. We kunnen nog niet aan de binnenkant kijken. Het is nog maar een soort van model, een prototype. Maar we weten wel al, er komt een centraal geplaatste tank. Waardoor je die Magic Seats uit de Jazz en ook uit de Honda Tourer, de Civic Tourer, kunt krijgen. Die kun je helemaal opklappen, waardoor je een enorme laadruimte achter de voorstoelen krijgt. Bij Citroën staat deze conceptcar op basis van de Cactus, de Airflow 2 liter. Het is een auto die 2 liter brandstof op 100 kilometer verbruikt. En hoe is dat nou gerealiseerd? Nou, om te beginnen, de aerodynamica is met 20% verbeterd. Hij staat op hele gekke, hoge, smalle bandjes. De auto is 100 kilo lichter gemaakt. En het belangrijkste, de Hybrid Air techniek die erin zit, zorgt voor 30% minder verbruik. En dan zou je zeggen, ja, bij Renault staat dan die EO Lab en die heeft 1 liter per 100 kilometer. Dat is de helft van het verbruik. Maar geef het eerder toe, deze auto oogt een stuk realistischer dan die EO Lab.
Inmiddels hoort Hyundai er natuurlijk helemaal bij op de Europese markt. Het is zelfs zo dat als zij een nieuwe i20 besluiten te introduceren, dat ze op de Opel stand bij de Corsa toch een klein beetje zenuwachtig zijn. En terecht, want het is een hartstikke nette auto geworden. Past heel mooi in het bestaande Europese aanbod, is groter en de echte winst zit volgens Hyundai in het interieur. Nou, en dat kun je wel stellen om te beginnen met het dashboard. Het ziet er een stuk frisser en vrolijker uit dan de vorige. Ze hebben duidelijk goed gekeken naar zusje Kia en daar is helemaal niks mis mee. Gewoon hartstikke leuk vormgegeven. De auto is breder, langer en wat lager geworden. En Hyundai zegt daarmee een ruimere auto te hebben ontwikkeld. Een auto die een van de ruimste in zijn klasse is. Dat is natuurlijk maar een claim. Wel, de keiharde cijfers bewijzen het wel, want de kofferruimte is samen met die van de nieuwe Skoda Fabia de grootste in zijn klasse. Ook zegt Hyundai, de ruimte op de achterbank is de grootste in zijn klasse. Nou, ook dat zijn ze aan hun stand verplicht, want we kennen de i10, die heeft eigenlijk de ruimte achterin van een klasse hoger. Dit is die klasse hoger, dus deze klasse hoger moet weer een klasse hoger zitten. Nou, dat gaan we natuurlijk uitproberen. Het zou dus eigenlijk een beetje C-segment moeten zijn, dus golfklasse. En ik moet zeggen, het is het misschien net niet, maar het is zeker voor het B-segment heel erg royaal ruim. Dit is behoorlijk, hoofd een stuk beter nog. En dan heeft deze een glazen dak. Ja, zonder glazen dak gaat het nog iets meer omhoog. Oh, dat is inderdaad helemaal niet verkeerd voor dit segment hoor. Nee, helemaal niet. Alleen motorisch houdt het nog niet echt over. Nee. Er komt er maar eentje naar Nederland, een 1,25 liter met 84 pk. Maar we weten bij Kia en Hyundai werken ze aan een 1 liter 3 cilinder met turbo. Dus ook wat dat betreft mag de Corsa op gaan passen. Ja, tot zover het deel 5 van ons beursverslag van Parijs 2014. Er komt nog steeds meer aan, al was het alleen maar omdat mijn grote favoriet nog steeds niet voorbijgekomen is. Tot later. Hij heeft het nog steeds over die MX-5, hè?